Welkom bij weer een nieuwe Brawl Stars video. En vandaag gaat dit rad bepalen met welke knokker ik moet spelen. Alleen mag ik pas weer opnieuw aan dit rad draaien op het moment als ik een potje heb gewonnen met de knokker waar het rad op is gekomen. Dus laten we maar eens even kijken welke knokker gaat het worden. Ik hoop een lage, En het is... Oeh, Dynamike. Oh nee. Zoals jullie kunnen zien ben ik drempel 12 met Dynamike. En dat moet in principe dus nog best wel makkelijk gaan om te winnen. Toch? Zou je denken. Je kan linksboven ook zien dat ik op dit moment 10.581 trofeeën heb. Dus inderdaad mensen, ik heb de 10.000 gehaald. Ik was laatst op vakantie en ja, ik kon gewoon niet stoppen met Brawl Stars spelen. Dus daar ben ik echt super blij mee. Ik hoop dat ik een beetje beter ben geworden in de tussentijd. Het zou heel erg fijn zijn in ieder geval. Oké, laten we maar gaan beginnen met de brawler. Let's go. Oké, we moeten eventjes wat van die doosjes gaan fixen. Maar eerst ga ik eventjes proberen om dit poppetje hier zo te killen. Kom op. Kom op. Easy toch. Kom op. Ja, let's go. Oké, we hebben iemand gekillt. Nice. Ik heb ook een super. Alleen weet ik niet meer wat dat de super van Dynamike doet eigenlijk. Hoppakee, let's go. We hebben weer een doosje. We gaan hem dadelijk gewoon uittesten. Volgens mij gooit hij gewoon een megabom of zo. Ik heb geen idee. We gaan het in ieder geval allemaal zien. Oké, let's go. Deze hebben we ook. Nice. Hoppakee, dan gaan we eventjes die bubbel proberen te slopen hier zo. Oh nee. Kom jij eens eventjes hier, alsjeblieft. Kom op. Waar ben je? Dank u. Kijk, dat is weer een easy kill, dames en heren. Daar ben ik heel erg blij mee. Oké, ja, hiermee kan ik dus ook gewoon gooien. Oh jee, ik had Poco helemaal niet gezien. Oh, kijk, oh nee. Wat is dit nou weer? Mensen, je gaat toch niet zeggen dat ik ga verliezen dit potje? Ik ben rank 12. Even serieus, dat kan gewoon niet. Oké, laatste speler. En... heb ik hem? Oh nee, nog niet. Kom op, dit moet lukken. Ja, let's go. Oké, we zijn gewoon eerste geworden, dames en heren. Dat is heel erg chill. En dat betekent dat we weer een keertje aan het rad gaan draaien. En wie krijgen we? Merk, denk ik, of niet? Oh nee, Carl. Oké, dat is chill. Die is volgens mij ook nog niet zo'n hoge rank bij mij. Carl is bij mij ook rank 12. Oké, dat is top. Dan gaan we meteen een potje met Carl spelen. En dan hoop ik gewoon meteen weer te winnen, alsjeblieft. Dat zou heel erg mooi zijn. Oké, daar gaan we, dames en heren. We gaan even proberen om al deze doosjes te pakken. Zou heel erg chill zijn als het even kan. Kom op. Ja, dat is één. Oh nee, er zijn hier heel erg veel mensen, dames en heren. Dit is niet goed. Oké, ja, we hebben 2 krachtpunten. Oh nee. En ik moet zeggen, we gaan niet super lekker of zo. Kom op. Ja, let's go. We hebben 4 krachtpunten. Oké, dit gaat toch best wel lekker. Eerlijk is eerlijk. Het ding met Carl is gewoon dat je maar 1 keer kan schieten. En dan moet je dus wachten. Dat is gewoon een beetje jammer. Hé, jongeman, kom jij eens hier. Kom. Nee! Waarom ontsnapt hij nou? Waarom doet hij dat? Kom eens even hier. Wat kan mijn super eigenlijk? Ik heb geen idee wat mijn super kan. Ik ga er nog maar eventjes mee wachten, denk ik. Oh jee. Kom op. Oh, hoe heb ik die niet? Oh mijn god. Ja, let's go. Oké. Nee! Dit meen je niet. Ik had echt super veel krachtpunten kunnen hebben. Maar ik moet dus meer op afstand blijven met Carl. Ik weet alweer een beetje dat ik ermee moet spelen. Het volgende potje begint zo. En mochten jullie nou nog tips voor mij hebben, laat het zeker eventjes weten in de reacties. Vergeet natuurlijk ook niet even een dikke vette like te geven op deze video. Want dan ga ik meer van deze Brawl Stars video's maken. Ik vind het leuk om te zien dat ze in ieder geval goed ontvangen worden. Dus laten we nou maar eventjes proberen deze bellenman even te pakken. Kom hier. Ja, dank u. Oké, hier zit er nog eentje in de bordjes als het goed is. Yep. Kom hier jij. Dank u. Oké, dit wordt mijn potje, dames en heren. Ik voel het, hoop ik. Oh ja, hier hebben we een hele hoop mensen weer. Kom op. Oké, laten we die gast maar eventjes lekker zijn ding doen. Pakken we deze erbij. Gaan we ook meteen eventjes... Oh nee. El Primo, kom hier. Nee, wat is dit nou weer? Nee! Ik deed net mijn super op hem. Ik dacht, het gaat niet fout. Maar hij had in zo'n korte tijd zoveel kracht. Punten opgepakt. Oké, dames en heren, daar gaan we weer. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Let's go. Kom hier jij. Oh nee, ik word zwaar uitgepakt door die klokken daar zo. Ik heb pas 2 krachtpunten. Are you kidding me? Hoe heeft hij me? Oké, we zitten weer in een nieuw potje. Dit rondje. Oh jee, dat gaat nu al niet goed. Ik wilde zeggen, heb ik een nieuwe tactiek. Maar dat gaat nog niet super goed op dit moment. Wat ik wil doen is eigenlijk heel erg makkelijk. Ik wil gewoon op afstand blijven van andere knokkers. En zoveel mogelijk krachtpunten gaan verzamelen. En op dit moment gaat het best oké. Hey, laten we eerlijk zijn. Kom jij eens hier. 5 krachtpuntjes. Alleen zie ik daar wel iemand met 9 krachtpuntjes. Dat is minder. Oké, er zit hier nu iemand te healen in de bosjes. Squeak, kom jij eens eventjes hier. Oh nee, hij zit verder in de bosjes.
Oh, wat? Of hij is gewoon al weg. Dat kan ook. Volgens mij... Ja, hij zit hier. Hij zit hier. Volgens mij is... Oh, dit is helemaal geen squeak, of wel? Oh, jee! Waarom lukt dit nou niet? Oké, daar gaan we weer. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Oh, jeetje. Ik weet niet wat ik moet vinden van Carl, dames en heren. Ik ben sowieso niet de ziekste pro-gamer die er is. Maar we proberen het gewoon wel altijd. Kom jij eens hier, dank u. Oh, wat fijn. Kom op, dat is 1 en 2 en wegwezen. Kom hier. Oh, jee. Kom op! Nee! Ah! Oké, we zitten in een nieuw potje. Ah! En ik word hier achterna gezeten door Brock. Brock, ga weg, man. Ga weg, kom op. Waarom zou dit willen doen tegen mij? Oké, ik ga gewoon een beetje rennen. En ik denk dat ik eventjes dit potje een beetje ga lopen bushcampen hier zo. Sorry, soms kan het eventjes niet anders. Hé, maar ik ga dit potje alsnog kunnen kantelen, hoor. Mark my words. Nog 5 mensen over. Ik zit hier prima. En oké, ik zie daar een heel erg sterk persoon. En ik ga hem nu proberen te pakken. Kom op, kom op. Ik moest mezelf eventjes laten zien. Weet je, hij gaat sowieso... Tot de laatste behoren, dus. Oh nee, ik heb echt veel te vroeg gepiekt. Oh nee, wat is dit nou weer? Kom op. Oh nee, ik dacht dat het de echte was. Nee, ik dacht ik heb gewonnen. Hey, stardroppie krijgen we. En we hebben keer 2. Oh, nog eentje. Oh, nieuwe knokker of wat is dit? Oh nee, een skin. Ik wil een knokker, oké. Wat doe je op het moment als je niet kan winnen? Edelstenen graai, inderdaad. Als ik dit potje nu niet in één keer kan winnen, eet ik mijn schoen op. En ik doe het echt. Oké, kom op. Dit moet easy gaan, toch? Even serieus. Oh, kom jij eens even hier. Kom jij eens even nog een keer hier. Dank u wel. Oh nee, mensen, ik ben bijna af. Oké, kom op. We hebben nog maar 2 van die edelstenen. Even serieus. Kom op. Nog een keer. Ja. Oké. Oh, nee. Ze hebben 5 edelstenen. Even serieus. Dit ziet er niet goed uit voor ons, mensen. Oké, zij hebben er 9. Wij hebben er 7. Dit zou moeten kunnen nog. We hebben nu mid best wel gedomineerd, dus... Oh, nee. Rood is aan het aftellen. Nee, ik wil niet met schoenen eten. Kom op, please. Nee, ik had hem nog kunnen hebben. Nee. Ah, jongen. Oké, daar gaan we. Proost. Hoe doen mensen dit? Oké, mensen. Volgende potje is begonnen. Ik heb 2 edelstenen. Hier heeft er iemand 1. En ik ben bijna dood. Zeer chill. Maar niet heus. Oké. We hebben er nu 7. We staan wel dik voor, zeg maar nu. Dat is chill. Oh, nee. Nee. Ze hebben al onze edelsteden. Oké, mensen. Ik heb even een soort van inhaalslag gedaan. Kom op. Die moeten wij hebben. Oké, we staan 6-7, dames en heren. We hebben er nu 8. Oh, nee. Ja, goed zo. Oké, dit is heel erg spannend, dames en heren, dit potje. Kom op, nog eentje. Wegwezen. Ik ga ze hier op afstand houden. Kom op. Nee. Hoezo hebben zij er nou 10? 12 zelfs. Wat is dit? Oh, nee. Jongen. Oké, mensen, we zitten in een nieuw potje. Ik weet het niet meer. Gaan we dit überhaupt nog ooit winnen? Oké. Ik heb alle edelstenen, dames en heren. Ik heb ze allemaal. Oké. Kom op. Dit moet lukken. Alsjeblieft. Gun mij, Brawl Stars Universum. Gun mij deze win. Gun mij alsjeblieft deze win. 2-1. Ja! Ja! Wow. We hebben het gedaan, mensen. We hebben een potje gewonnen. Eindelijk. En ik kan jullie vertellen, ik ga nooit meer met Carl spelen. Nooit meer. Ik doe het niet. Ik vertik het. We kunnen weer een keer gaan spinnen aan het rad. En alsjeblieft, geef me een chille knokker. Geef me een hele chille knokker, alsjeblieft. Barley, wat is het? Squeak? Die heb ik volgens mij nog niet heel erg lang. Dus laten we maar even gaan kijken welke rank dat die is. We hebben hier Squeak. En ik zie dat we hem zelfs nog kunnen upgraden een keertje. Oké, top. En Squeak is rank 13. Ai. Laten we maar beginnen met Showdown. Weet je, waarom ook niet? We gaan eens even kijken of dat we een win kunnen pakken. Dat moet wel lukken, toch? Alleen, ik ben pas net weer begonnen met Brawl Stars spelen. Dus ik heb wederom geen idee hoe je met Squeak speelt. Maar goed, daar komen we hopelijk vanzelf wel weer achter. Eens eventjes kijken. Oké, het is een long range, zie ik al. Oké, bommetjes. Ja. Ik ken het weer helemaal. Ik ben op zich best enthousiast over deze knokken nu al. Weet je, dit komt helemaal goed. Ik merk het al wel weer. Hoppa, weer 2 krachtpunten erbij. Gaan we hier ook eventjes zoveel mogelijk krachtpunten proberen te pakken. Zo, hoppakee. Er zijn gewoon knokkers waar ik heel chill mee kan spelen. En sommige zijn gewoon echt zwaar kloten. Oké, weet je wat? We gaan proberen even die Pam te pakken hier zo. Oh, en die bommetjes blijven ook vasthangen. Ah, kijk. Dat is fijn. Dat is heel erg chill. Oké. Oh, nee. Oké, laten we... Oh, nee. Wow, we hebben hem gewoon. Kom op. Even die Pam op afstand houden. Oh, jee. Je gaat toch niet zeggen dat we deze gewoon gelijk gaan winnen? Ik wil helemaal niet winnen. Ik wil langer met Squeak spelen, oké? Oké, hier zit iemand in de bosjes. Oké, dan gaan we meteen dit doen. Hoppa. Kom op. Ja, let's go. Die hebben we. En we zitten in een showdown met 11 krachtpunten. Wat? Oké, dit is lijp. Dit maakt het weer helemaal goed van net. Maar ik ben niet eens meer uit dat ik win. Dit is een topknokker. En ga je er vaker mee spelen, mensen? Ik was helemaal vergeten hoe chill Squeak eigenlijk wel niet is. Kom op.
Ja, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Oh, oeh, easy dub toch? Ja, toch? Hoppa! Let's go! We kunnen gewoon meteen weer aan het rad draaien, echt. Het is ziek hoe snel dat er kan gaan. En we hebben ook gewoon weer hartstikke lekker 10 trofeetjes erbij. Wat goed, 11 zelfs. En dat betekent dat het weer tijd is om aan het rad te gaan draaien. En wat krijgen we? Oeh, Larry en... Oh, welke is dit? Oh, Bonnie. Oh, nee, daar ben ik volgens mij al best wel hoog mee. Laten we eens eventjes gaan checken. Bonnie. Jesse zie ik hier. Wie is Bonnie ook alweer? Wie is dat? Ik ben nou helemaal vergeten hoe dat hij eruit ziet. We hebben hier Bonnie met rank 12. Ah, deze heb ik laatst volgens mij in een video gekregen, als het goed is. Laat ik je maar gewoon meteen Showdown mee gaan spelen. Ik ben heel erg benieuwd wat deze ook weer doet. Oh ja, volgens mij ben je een kanon en ben je met je super in één keer een los poppetje of zo. Volgens mij is het zoiets. Als ik het goed zeg, ik heb geen idee of je kan jezelf afschieten. Ik ben het even een beetje kwijt. Ik heb zoveel nieuwe knokkers getest de laatste tijd, dat het soms eventjes lastig is om ook alweer te weten welke je had. Even kijken, we hebben deze in ieder geval gepakt. Top, ik ga gewoon deze 3 proberen te pakken. Oh nee, toch niet. Komt hier iemand aan en ik weet niet zo goed wat dit voor poppetje is. Hé, hey, kom eens hier jij. Kom eens hier jij. Kom eens hier jij. Oké, we gaan deze gewoon even pakken. Let's go. We die ook. En we gaan deze ook even pakken. En nu wegwezen hier. Oké, we gaan proberen deze tik te pakken hier zo. Oh nee. Oké, ik zie hier krachtpuntjes. En oh nee, iemand die veel te sterk is. Ik heb mezelf flink in de nesten gewerkt, dames en heren. Zoals gewoonlijk. Waarom had ik die niet? Waarom mis ik? Ik gooi best goed volgens mij. Oh nee, ik had die bommetjes niet gezien. Oh nee, weg hier. Nee! Dit gaan we nog een keertje proberen natuurlijk. Dit moet helemaal goed komen, dames en heren. Ik heb vertrouwen in dit potje. Laten we dit ding maar eens eventjes gaan pakken. Zo. En oh nee, weg hier. Weg, weg, weg. Oké, nu gaan we proberen weg te gaan voor al deze rotknokkers. Oké, gaan jullie maar eventjes vechten. Heel erg goed. Ik hoop dat ze allebei een beetje gedamaged zijn. Ah, helaas. Dat is dan weer niet het geval. Oké, ik ga je zoveel mogelijk krachtpunten verzamelen. Dat ga ik gewoon doen. Het is ook wel echt nodig met deze knokker, want ja, hij is niet super sterk uit zichzelf. Ik ben al wel weer helemaal kwijt wat de super doet. Kijk, ik hoop niet dat hier iemand zit. Laten we deze gewoon maar eventjes gaan pakken. En dan, oh nee, maken dat ik hier wegkom. Oh nee, nee. Ga weg, man. Ga weg. Oh jee. Ja, let's go. We hebben hem, we hebben hem. Oké, nu ga ik snel deze nog pakken. En dan heb ik 10 krachtpunten in totaal. En het is al Showdown, dames en heren. Dit is top. Dit is helemaal top. Oké, volgens mij, ja, hij zit hier zo ergens. En ik ben nu ook een short range knokker. Dus ik zou hem denk ik op deze manier wel aan moeten kunnen, toch? Zou moeten lukken, zou je denken. Weet je wat, ik ga gewoon hier zo in veranderen. En dan, weet je wat, doen we het gewoon lekker zo, toch? Hoppa, let's go! We hebben weer gewonnen! Woe! Dit is helemaal top. En dat betekent dat we weer aan het rad mogen draaien. Kublam, wat gaan we krijgen, dames en heren? Het wordt... Even kijken. 8-bit. Oké. Daar heb ik ook al super lang niet mee gespeeld. Ik vind het oprecht een superleuke manier om weer eventjes wat nieuwe knokkers uit te testen. Dus, helemaal top. Even kijken, waar staat die gekke robot? Hier staat hij. Hoppakee. En we gaan gewoon beginnen, dames en heren. Oké, laten we maar even kijken of dat we nog een beetje weten hoe dat het werkt met onze 8-bit hier zo. Bam, hoppakee. Het is dus een long range knokker. Ja. Ik heb hier al best veel mee gespeeld, maar het is zo lang geleden, mensen. Even serieus, niet normaal dit. Oké, oh nee. Deze pakken we en dan maken we dat ik hier wegkom. We gaan gewoon een beetje op afstand blijven. We gaan wel proberen eventjes dit kistje mee te scoopen zo. Hoppakee, wegwezen. Ja, Rico, wegwezen. Rico de robot. Laten we eens even kijken of dat Rico ons kan pushen. Ja, kom op Rico. Ja, let's go. We hebben hem, we hebben hem. Nu snel weg hier. Want Jackie zit achter ons. Of Jesse, weten we... Nee! Oké, we gaan het nog een keer proberen. We waren best close al. We spannen gewoon weer op dezelfde plek. Hoe groot is die kans? Even kijken. We gaan gewoon meteen hier zo deze allemaal pakken. Kom op. Oh nee, ik wilde niet op hem schieten. Kom hier jij. Kom hier, kom hier. Dank u. Oké, dan gaan we meteen deze ook pakken. Kom op, kom op, kom op. Die moet ik nu hebben. Ja, oké, top. Gaan we eventjes proberen om hier eventjes iemand te pakken. Zo. Kunnen ook wat gooien natuurlijk met 8-bit. Laten we eens eventjes kijken of we dat hier zo kunnen doen. Bam. Oh nee, wat doet dit ding? Oh, dat hield mij of zo, denk ik. Ik heb geen idee wat mijn super doet, mensen. Oh nee, er is iemand geteleporteerd volgens mij. Nee! Volgende potje. Oké, we hebben hier een poppetje voor ons. En die gaan we proberen te killen. Kom op. Hij killt mij meer dan dat ik hem kill. Weet je wat? Gaan we toch gewoon lekker weg. Doen we dat gewoon. Ja, joh. We blijven gewoon een beetje uit de buurt bij de rest. Ik denk dat dat wel verstandig is. Weet je wat? Ik ga gewoon even lekker pushcampen, joh. Waarom ook niet? Toch iedereen stond bij de kistjes. Oh jee. Nita heeft mij sowieso in de botje zien gaan. Laten we jou gewoon even pakken, anders Nita. Ja, joh. Doen we dat. Lekker hoor. Eens even kijken. Nita, kom jij eens eventjes hier. Nita, ik wil je neerschieten. Oh nee, mijn basis wordt geïnfiltreerd. Oh nee!
Wat is dit voor klokken? Is dit brok? Ik snap er helemaal niks meer van. Die skins maken de game echt lastig op de een of andere manier. Wel tweede geworden, maar ja, dat telt niet. Oké, we gaan een potje knockout spelen. Dit vind ik echt een van de leukste game modes in Brawl Stars. Het is zeg maar zo, voor de mensen die het weten wat het is. Je hebt maar één leven en er zijn 3 rondes. En degene die de meeste rondes wint, die wint. Dus ik wil gewoon even winnen. Kom op, man. Kom op, kom op. Kom op, man. Kom op, kom op. Het enige ding is wel, je moet heel erg veel geluk hebben met je teammates. Anders dan heb je gewoon een groot probleem. Oké, we hebben er eentje. Nee, ga weg, joh. Rot Barley. Er is nog één poppetje over en het is Barley. Waar is die mafkees nu? Ja, kom hier, kom hier, kom hier. Oh, we hebben hem. Nee, kom op. Teammate, pak hem alsjeblieft. Pak hem, pak hem, pak hem, pak hem, pak hem. Kom op, je kan het, je kan het, je kan het. Kom op. Kom op, je kan het toch? Kom. Oeh, ja, let's go. Oh, nu moeten we dus nog 1 ronde winnen en dan hebben we gewonnen. Focus, dames en heren, focus, focus. Oké, okay, let's go. Boel is neer, dames en heren. Oké, okay, nu moeten we de rest gaan pakken natuurlijk. Oh nee, er is iemand van ons neer. Het is nu 2-2. Kom op, waar zit hij? Waar zit hij? Nee! Ik ben af, ik ben af, ik ben af. Oh nee, oké, okay, we moeten het nu goed maken in deze ronde, dames en heren. Oké, okay, ik heb Boel gekild. Oh nee, Barley heeft ze super gedaan op mij, maar hij heeft me niet kunnen pakken. Gelukkig. Barley is zo irritant om tegen te hebben. Oké, okay, we hebben er nog eentje gekild. Nu hebben we alleen nog maar Barley tegen ons. Kom op. Het is mij tegen Barley nu. 1-1. 1-1. 1-1. Kom op. Ja, let's go. Woe. Dit is super chill, dames en heren. We hebben weer een potje gewonnen. Hey. En dat betekent dat we weer kunnen gaan spinnen aan het rad. Welke knokker hebben we nu? Alsjeblieft een beetje chillen. Kom op, kom op, kom op. Jean? Ja, oké. Okay. Die is volgens mij best fijn. Weet je wat? Ik vond knockout best leuk. Laten we nog een potje knockout gaan doen. Alleen heb ik geen idee wat Jean ook weer kan. Pah, dit wordt grappig. Oké, oké, oké. Even kijken. Kunnen we jou even pakken? Ja, oké. Okay. Dat ging verrassend makkelijk. Oké, okay, dus je moet eigenlijk gewoon zorgen dat ik alle 3 mijn schoten in 1 keer raak op iemand gooi. En dan maakt hij eigenlijk maar weinig kans. Kom op. Waar zit hij nou? Volgens mij zit hij ergens daar zo. Kom op. Ja, we hebben deze ronde. Nice. Top. Oké, okay, volgende ronde. Ik heb gewoon die andere speler precies op dezelfde manier gekild als in de vorige ronde. Geniaal. Laten we eens even kijken of we hem kunnen pakken, die mafkees. Oh, nee. Hij zit hier zo. Hij zit hier zo. Kom jij eens hier. Ja, hoppa. Hé, hey, we hebben gewoon gelijk gewonnen, mensen. Dit is toch top? Hebben jullie nou nog een andere leuke challenge voor mij? Laat het dan zeker even hieronder weten. En klik nog even op deze video hier. Dit is ook een superleuke Brawl Stars video. Kom op. Deze wil je niet missen.